Dit huis en de huizen ter linker en rechterzijde, die zijn gebouwd door mensen die bij de baan, de Bokselerbaan van Boksel naar Wezel, die daar constructeur waren. En die hebben in begin 1900 en 1904 hebben ze grond aangekocht van de Mahies. Die hadden hier alles in bezit, heel de Stationsstraat en nog verder. De Stationsstraat is aangelegd in 1865 toen het spoor, het station hier gebouwd is. Ja? En het was eigenlijk een hele open plaats. En die meneer Van Gool en meneer Sanne, dat waren dus die twee conducteurs op de Bokselerbaan. Die hadden dus van de fooien die ze vingen op die baan. Hebben ze eigenlijk deze drie huisjes kunnen bouwen. De rijke mensen, zeg maar de tsaren en andere allemaal welgestelden, die zo'n reis konden betalen, die stapten in Duitsland op die baan naar Bokstel. En de conducteurs die erop zitten, die zorgden natuurlijk wel dat die mensen in de watten gelegd werden. Hè, daar waren ze gewend. En vandaar dat ze er goede fooien kregen. En zodoende konden hun het huisje bouwen. Het huis en de grond, samen heeft het 1000 gulden gekost. Om de huis te bouwen en de grond te verwerven in eigendom. Dus dat was toch toen de tijd al een heel aardig bedrag. En die meneer Van Gool, die verhuurde die woning aan mensen die allemaal bij het spoor werkten. Dus hier in dit huis, waar wij nu zitten, daar hebben dus mensen gewoond, die kwamen uit Groningen, die kwamen uit Venlo, die kwamen uit Zeeland, uit Utrecht. Zo zag het huis eruit begin jaren 50. Toen zijn de bovenste stukjes los komen staan. En toen hebben Van Gool en meneer Sanne besloten om daar een schuine variant van te maken. Dus een beetje in de vorm van een mansardekap. Wij zijn hier komen wonen in 1982. En toen hebben we het huis gerenoveerd. Maar ja, nou is dat natuurlijk alweer gedateerd. Dat is natuurlijk een andere tijd. En dat erbij. Je was toen alleenverdiener. En er was ik geloof dat we dit huisje gekocht hebben voor 57.000 gulden toen de tijd. Toen ik het kocht, wist ik helemaal niet wat voor soort huis dat was en wat de achtergrond, de historie daarvan was. En toen maakte ik natuurlijk contact met meneer Sanne. En dat was een zoon van de oprichter van de huizen. Die samen met meneer Van Gool, de vader van Paul Van Gool, die hebben dus die huizen gebouwd. En die vertelde dat natuurlijk allemaal dat er zo ontstaan was. En toen we hier kwamen wonen, leefden ze zus ook nog. Die woonden samen in het huis, Marie en Jo. En het was gewoon een heel apart stel. En Jo die zat altijd in de achterkamer. En Marie die zat in de voorkamer. Dat was haar domein. En we hebben zo'n plezier hier gehad. We hebben zoveel meegemaakt met die mensen. Want ik kon achter, had ik een muur gemetseld en een poortje erin. En ik had dat poortje half gemaakt. Dan kon Marie ook naar de kinderen kijken. Dat vond ze zo leuk. En dan had ze daar een waslijntje. En hing ze met haar hand zo aan die waslijn. En dat stond ze mooi aan die kinderen. Gewoon helemaal leuk. Hè? Dus wat die contacten waren helemaal goed. En toen had ze nog, moeten wij voorstellen, een pomp in de keuken die werkte. Dus die pompte gewoon de water op. En dat gebruikte ze ook voor de wasmachine. Wat zat zo'n wasmachine? Dan moest ze eerst water heet maken. En dan goot ze dat daarin. En ik in de 14 dagen gingen de kokosmat uit de keuken eruit. Ik weet wel dat hun zelf de brood bakten, want ze hadden een oven in de aanbouw. Een bolle oven, met daar een aansluiting naar de schoorsteen natuurlijk. En die bakten haar eigen brood hier toen de tijd. En ze hadden natuurlijk die tuin en daar verbouwden ze haar eigen groenten in en zo. Toen Jo is overleden, hebben wij van de familie dat huisje mogen kopen. En we waren er hartstikke blij mee. We hebben zoveel mogelijk oude dingen allemaal laten staan. De kastjes en als Jo terug kon komen, kon hij zo weer in zijn eigen huis. We hadden eigenlijk niks weggegooid. Toen wij het huis gekocht hebben, toen heb ik een doorgang gemaakt. Hier in de voorkamer, die uitkomt in de gang. Dan hebben we natuurlijk een verbinding tussen die twee huizen. En dat moest natuurlijk ook voor de belasting. Het ene huis is dat dan. En eigenlijk hebben we alles in de oude staat gelaten. Het staat er nog zo. De keuken, die zijn heel erg gerenoveerd. Er zitten gaskachels in. Die willen we er ook inhouden. Gewoon omdat het gewoon het oude sfeer en ook heel fijne warmte heeft. En de plafonds, dat zijn ook op riet gemaakt, hè, wat vroeger was. Die wil ik gewoon intact houden, de scheuren repareren. En dan moet ik natuurlijk wel het gaan isoleren, de muren, want het zijn steensmuren. En de buitenkant er iets opspuiten dat er geen vocht doorlaat en zo. Ook in het huis zit een hartstikke mooie kelder, hè, want het is toch ook wel leuk. Ook met een kelderkoek naar buiten, dat er frisse lucht in komt. De vloeren zijn dan van hout, de gang is mooi oude tegels. Ja, helemaal terug in de tijd. Hè, en een waterput op de plaats. En ook wel gewoon een stroomput. Want oom Jo, die had een tuintje
En dan gooide hij bij die boontjes, dat trok hij in de zomer. Dat was prachtig weer, zaten we lekker buiten met de kinderen. Trok hij die beerput open. En dan ging daar met een schepje, dan gooit hij dat water, dat stinkwater, die urine en die poep. Dan gooit hij bij de boontjes. En dan kwam hij, hey Bert, ik heb wel lekkere boontjes voor jou. Ik zeg, nou, we hebben pas boontjes gekocht, joh. Die waren natuurlijk echt een boterboontjes. Dus was, ik zeg, nee, dankjewel. Heb nog even ja. Ik heb hier een machinistenpet, cap. Die heb ik gekregen van Jan van Assen. En Jan van Assen heeft ook aan het spoor gewerkt. Die heeft in Boksel op het station gezeten als administrateur. Die deed de brieven, de vrachtbrieven en al die zaken. En Jan was een verwoed verzamelaar van treinen, van spullen. Hij had ook een heleboel spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Hij had duizenden boeken. Ook, hij had over het spoor ook een heleboel boeken en andere zaken. En Jan die wist, ja, dat was echt een encyclopie, hè. Jan wist alles. En kijk, tapijtje zo opzet. Ja, dan voel ik net of ik nog een onderdeel van het spoor ben. Ik heb